Ja, dit zijn oudere foto's. Ik weet niet welk kamp dit is. Dit is in 1950. Dit is, ja, waar dit is, weet ik niet. Dit ben ik. De bonte avond in Amersfoort was erg leuk. Ons stukje viel prima in de smaak. Eén meisje, Ilse Lutter, deed fantastisch goed dieren na. We zijn toen in de tuin van het lyceum gaan hupsen. In het donker. Was nogal leuk. Ik heb ook nog een, zoals dat heet, een bierput met alle liedjes die we zongen. Want hier bijvoorbeeld een liedje, Alle die willen naar IJsland gaan. Dat is een bekende, ja, voor mij bekende song. En De winter is vergangen. Dat is natuurlijk ook een bekend, tenminste voor mij een bekend lied. Hey Enner, kom uit je tent. Neem je tin mee, want er is pap. We hebben hem echt heel lekker gemaakt. Dus kom er maar snel en eet je pap. Laatste excursiedag, dus kom maar hard. Je begint met zo'n dag, dan hebben er twee mensen papcorvée. Dus die maken pap, de rest wordt dan gewekt met zo'n wekliedje. En eet je pap. En dan als je dan klaar bent met pap eten, dan pakt iedereen zijn spullen voor die dag. En dan gaan er verschillende excursies gewoon op pad. En dan vaar je een beetje rond en dan stap je ergens uit en dan kijk je of je daar iets leuks kan vinden. Ja, ik wou weten wat voor label het was. Ik vind zeg maar de NH, dus gewoon de beestjes, vind ik heel leuk. Maar ik vind het ook gewoon gezellig om te praten en dan gewoon lekker in die boot te zitten. We kunnen gewoon leuke gesprekken hebben en keihard lachen. Ja, je vindt gewoon andere gezellige mensen en vriendschap en iedereen geniet ervan. Lekker jongens, lekker pennen, lekker pennen. Ik voel me gewoon heel erg op mijn gemak bij de NJN. En mensen zijn open voor elkaar en er is een hele ongedwongen sfeer. Want je hoeft niet echt iets, maar heel veel kan wel. Ik heb altijd, als ik bij de EN ben, een soort van ander wereldje. Een soort van afgesloten. Ik kijk bijvoorbeeld nauwelijks op mijn telefoon als ik op kamp ben. Want ik heb er gewoon niet zoveel behoefte aan en de sfeer staat er ook niet naar. Ik ben op dat moment echt daar en met die mensen op die plek. En gewoon samen buiten. Ik denk dat een typisch EN'er ook wel een beetje lak heeft aan wat de meeste mensen van hem denken. En gewoon lekker doet waar hij zin in heeft. Want iedereen bindt gewoon een liefde voor in de natuur zijn en samen zijn en buiten zijn. Er zijn op zich ook heel aardige kinderen op school hoor, maar je doet gewoon andere dingen met die kinderen op school. Nou ja, en ik vogel natuurlijk veel en fotografeer en zij, weet ik veel wat ze allemaal doen, gamen of zo, of wiet roken. Ik ga gewoon vanuit mijn huis de natuur in. Ik denk gewoon wat minder en ik ga gewoon lekker fotograferen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gewoon doorgaan. En elke keer als je dan weer een andere vogelsoort ziet, dan ben je weer zo van jee. Ja, dan wordt het elke keer gewoon. Dan blijft het gewoon hartstikke leuk. En het verveelt niet eigenlijk. Behalve als er geen vogels zijn, omdat het heel slecht weer is of zo. Maar dat, ja, dat is gewoon heel tof eigenlijk. Ja, je mocht lid worden op je 12e.
Dus in december 1948 ben ik lid geworden van de EN. Van 61 tot 83 heb ik kampen geleid met mijn ex. En van 85 tot 87 met mijn laatste partner. Maar ik heb dus in de EN geleerd om van die natuur te genieten, om er te wandelen, om er naar te kijken. Het is gewoon een hele belangrijke tijd voor mij geweest. Happy Eten! De zomerkampen, ik vond de zomerkampen erg leuk altijd. Ik heb er echt van genoten. Gewoon de sfeer die je dan bijvoorbeeld 's avonds hebt na excursie. Dan zit je buiten, zit je te eten. En daarna een beetje met elkaar chillen, spelletjes spelen. En in het begin is altijd, moet iedereen een beetje aan elkaar wennen. En dan gaandeweg word je steeds meer één groep. We hadden natuurlijk toen nog de scheiding was tussen de jongens en de meisjesstukken. Dat moest nog. Vooral in Zuid-Limburg. Later is dat opgeheven en stonden de tenten door elkaar. Met de ene en het hebben we een beetje raar. We hangen ook fietsen van elkaar in de boom. Dat, ja, ik weet niet hoe dat is gekomen. Dat is gewoon leuk. Ik denk dat het eigenlijk gewoon door ongeveer 100 jaar aan de historie komt. Dat een beetje een eigen cultuurtje, een eigen taaltje is ontwikkeld. Want je ziet ook als je verder teruggaat in de tijd dat heel veel van die woorden toen al gebruikt werden. Nou, je was natuurlijk, je heette dan klunts als je nieuw lid werd. En ja, er waren allerlei speciale termen. Ik bedoel, de grote kookpan heet een gamel en het toilet heet een tijger. Het is een jongerenvereniging van 12 tot en met 25. We doen alles zelf qua organisatie. En je bent eigenlijk met z'n zessen in een bestuur. En je houdt een beetje het en gaande. Ik denk dat ik voornamelijk geleerd heb wat er allemaal gebeurt. En wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En hoe dat allemaal werkt. En hoe je samenwerkt met een groep van zes om dat allemaal mogelijk te maken. Ik heb iedereen wel best wel op een unieke manier leren kennen. Want je doet best wel een bijzonder iets met iemand. Met mensen, nou ja, dat heb je niet met iedereen. Je werkt een jaar heel intensief samen om die organisatie te leiden en alles te organiseren, dus dat geeft een geweldige band. Ik moet zeggen dat ik me helemaal niet zoveel herinner van dat hoofdbestuur. De herinnering komt pas, dat hoofdbestuur was van 56. In 71 was de eerste reunie in Zeist. In 2001 was de tweede reunie hier in huis. En daarna zijn we elk jaar bij elkaar gekomen in een hotel. Je hebt twee soorten kennissen. Je hebt kennissen die je weer ontmoet en waar je dan wat beleefdheden mee uitwisselt, maar waarbij het gesprek niet echt loopt. En het opvallende is dat met oud en jenners, ook mensen die je heel lang niet gezien hebt, loopt dat gesprek onmiddellijk en ben je toch meer verwant. We zitten nog steeds steady rond de 500 leden en ja, het gaat nog steeds goed met de EN. Je voelt gewoon best wel vertrouwd omdat je veel mensen ook kent. En dat kan ook alleen maar omdat we niet super veel leden hebben. Maar wel genoeg om heel veel gave dingen mogelijk te maken. Nou, ik blijf tot mijn 25e bij de EN, denk ik. Als het niet heel gek loopt, maar
Nee, ik ben niet van plan om daar weg te gaan. Ik heb al een paar keer voorgesteld om te stoppen, maar de anderen willen doorgaan tot de laatste snik, dus ik vind het best. Als je het leuk vindt om buiten te zijn, kom een keertje mee, kijk of het iets voor je is. En dan zien we elkaar misschien nog wel een keertje.